Wat een Mongool, jongens. Wie is dat dan? Ja, mijn ex-wief. Zo denk ik verschillig. Nou, dat kan er wel een maat aan. Ja. Henk Kuipers. Ja, waar we vorige week nog iemands laatste wens lieten uitkomen, was jij zojuist bij de rechtbank. Er is 12 jaar geëist. Jij moet 12 jaar de gevangenis in als het aan het OM ligt. Aan het OM ligt, ja. Ja. Ja, nou ja, wat moet je daarvan zeggen? Het wordt een persoonlijke kwestie, dat gevoel heb ik. Maar als ik dit vandaag meekrijg, dan denk ik bij mezelf van... Dan schijnt nou in één keer, gaat die roepen 100 mensen zijn er wel afgetuigd bij ons in het club. Als ik denk, als je een C-contender vindt met een tandartsstoel, dan worden die mensen direct opgepakt. Ik denk, mag je nou 4 jaar lang als het Openbaar Ministerie dit faciliteren of zo? Ja, ja, het OM is eigenlijk een ordinaire crimineel in een nepwereld. Dat ging dan over jou. Ja, dat ging over jou. Ja, daar kan ik jou niks van zeggen. Ik bedoel, zo zie ik mezelf niet. En zo zien de meeste mensen die ik ken. Nee, iedereen die me kent, die ziet me nu van niet zo. Ja, want om even te, stap voor stap te kijken wat ze je allemaal verwijt. Dat is overigens een heleboel. Je zou hebben gehandeld in drugs, althans met nee, de motorclub. Dat is mij niet verweten. Mij niet. Nee. Afpersing? Ja, dat is mij verweten, maar is eigenlijk vandaag ook niet bewezen. Als je twee telefoontjes hebt gepleegd iemand, ik weet niet of dat afpersing is, man. Er is ook niemand bedreigd, er is niemand... Ja, en als de politie daar dan komt en die zegt, dit is de man die u gebeld heeft. En die worden dan bang daarvan. Ja, dat kan allemaal natuurlijk, dat weet ik ook niet meer. Want alle afpersingszaken die ze bedoelen, het enige wat er dan gebeurt is dat jij iemand belt? Ja, sterker nog, die mensen heb ik dan gebeld. Maar dat was ook geen afpersing, dat was om tot een oplossing te komen ook nog. Want er zou zelfs iemand voor €500.000 afgeperst zijn. Staat dat erin? Een ondernemer, ja. Stond er vandaag in de krant? Ja. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, de Rijnste Kolder. Is ook niks, geen dubbeltje betaald. Ook dat is bewezen dat er niks betaald is. Ja, als iemand met een bedstelling eruit ging, dat dan regelmatig met veel geweld gebeurde. En daar zijn dan ook geluidsopnames van. Ja, zij zeggen dat er met veel geweld gebeurde. Maar als die mensen gewoon normaal door kunnen praten en die vertelt waar de auto staat. En die blijven dan ook nog, sterker nog, sommigen die zijn een week later gewoon als goede huisvriend weer terug. Ja, zij maken daar toch een bedstelling van. Dan kan ik links of rechts omdraaien. Ja. Het is niet anders dan dat. En als iemand dan met een bedstelling uit moest, moest hij duizenden euro's aan boete betalen? Ja, bij ons is dat ook niet gebeurd. Ook dan dat moest is vandaag, hij de motor inleveren? Ook dat is vandaag niet bij mij in orde geweest. Dat het in chapters gebeurd is in een andere deel van het land. Dat zou best kunnen. Daar kan ik niet over oordelen. Maar waarom krijg jij er dan 12 jaar voor? Ja, je wordt een kopstuk gezien in één keer. Hè? En dan loop je voorop in de bühne. Nou ja, je wil graag gezien worden, zeg ik altijd, in de etalage. Nou, dan ben je ook gezien. Dus ja, dat... ja, met 12 jaar word je zeker gezien. Ja, dat word je wel. Het is natuurlijk, ik ben ook eerlijk, het is een verschrikkelijk eis om te horen. Maar het ontbreekt me niet aan vechtlust, daar ben ik eerlijk in. Nee? Nee. Is dat de advocaat? Ja, maar. Wat een Mongool, jongens. Wie is dat dan? Ja, mijn ex-wief. Zo denk ik verschillig. Nou, dat kan er wel een maat aan. Ja. Maar wat doet dat met jou als mens? Het idee dat je dan straks weer heel lang... Je bent 56 nu, ja, toch? Je bent ook opa. Ja. En wat er ook wel of niet is gebeurd, ja, de enige die dat weet, ben jij. Wat doet dat met jou als mens dan, het idee dat je mogelijk weer heel lang de gevangenis in moet? Ja, wat de uitspraak wordt van de rechter, daar hangt er natuurlijk vanaf. Ja, maar die gedachte, wat doet het met jou? Want ze willen je half november dan weer binnen hebben. Ja, dat wil ze graag. Ja. Maar maak je dat dan niet verdrietig? Of? Ja, dan maak je verdrietig als mens, tuurlijk. Ik bedoel, ik ben niet van steen of wat dan ook niet. Er zit een hart in dit mens. En als opa en als vader maak je dat heel verdrietig. Maar ik bedoel, ik wil me er nog niet onder laten spitten zoals zij dat wilden doen. Ik bedoel, ik blijf er gewoon bij. Ik heb mensen voor moordmiddelen zien minder eisen gehoord dan dit. Dus ja, ik sta ook perplex. Heb jij ooit iets crimineels gedaan? Ja, tuurlijk toch. Ja, dat heb jij ook. Maar wat heb jij gedaan wat wel terecht is, waar je wel terecht van wordt verdacht? Nee, in deze zaak helemaal niks. In deze zaak helemaal niks. Niets? Nee, helemaal niks. Als je iemand belt voor iets om op te lossen en je scheldt iemand uit voor decatieve slootzak of wat dan ook en de complicie een half uur achteraan, omdat je afgetapt wordt en die laat dan een foto zien, door deze man ben je gebeld, ja, dat wordt natuurlijk wel een heel ander verhaal van natuurlijk. En daarnaast is het zo dat alle wat ze opgenomen in mijn clubhuis, daar word ik maar van verdacht dat ik die klap maar bij gedeeld, wat ze zeggen, als de klappen zijn gevallen. Ja. Als ze dan een tik horen of ze horen, zij zeggen dat ze een tik horen, wij hebben het niet gehoord, maar zij zeggen dat ze horen, maar stel je voor dat dat gebeurt, dan moet ik daar ook allemaal maar gedaan hebben. Er zit ook niemand anders in de club, maar voor mij woon ik daar alleen dan. Maar gebeuren daar wel criminele dingen waar jij bij was dan?
In het clubhuis? Ja. Ja, ik zeg van niet. En vandaag hebben we het gehoord over drugszaken. Ik zei een voorbeeldje noemen. Er was een verdachte die had dan, waarop stond op een tap. En dan moet ik echt nog een blank moedig. Laat de Colombiaan ons maar komen. Maar dan gaan we op de blote voet naar de Colombiaan toe. Ik denk, ja, dat kan toch wel horen. Als je daar afspeelt, kan jij horen dat dat gewoon een domme grap is. Ja. Maar dat wordt nog serieus meegenomen in de zaak. En dat is niet om de zaak te niet te doen van de officieren. En ook niet om te zeggen dat het allemaal lulkoek is wat ze daar vertelden. In de zin van, kijk, als je als vreemde gast, dat, of als, ja, als onwet persoon, ons humor daarin niet kent, dan gaat het wel heel ver naartoe. Dan denk je bij zo, nou, dat is een mooi zootje daar. Maar ik zeg jou, hoe vaak zegt iemand die vandaag die voor de auto kreeg? Nou, die gaat eronder. Zo kwaad bij dat. Nou, doe je dat dan ook? Nee, dat gebeurt niet. Nou. Hoe vaak wordt in zo'n club wel gezegd, joh, als er dan een keer weer een slag op de kop in elkaar. Ja, luister, hoe vaak wordt dat niet gezegd, mannen onder elkaar? Heel vaak. En vooral in dat soort omgeving. Maar ja, ik kan daar niks van maken. Snap je dan als mensen dit zien, dat ook heel veel mensen denken, ja, ja, maar hij moet dan toch wel wat hebben gedaan. Dat wordt toch niet zomaar bedacht? Nee, maar kijk, luister, er zullen altijd mensen blijven twijfelen en er zullen altijd mensen blijven gissen naar wat de waarheid is. En dat vind ik ook niet zo ernstig. Daar mogen rustig mensen wel over mee denken. Dat vind ik het minst erge. Ik weet zelf wie ik ben en de mensen die me heel goed kennen, die weten zeker wie ik ben. Ja. Ik bedoel, dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja, kijk, ik vind dus ook het moeilijke, weet je, wat wij hebben elkaar dan vaak gezien. Het is altijd lachen en we maken leuke dingen. Ja. En dan ben je een ontzettend aardige kerel. Maar aan de andere kant lees ik dan die dingen. En dan denk ik ook van ja. Maar dat, ik denk dat dat bij heel veel mensen is. Want we zien altijd die aardige man, maar we lezen dat jij een van de grootste criminelen moet zijn. Afpersing, de meest verschrikkelijke dingen. Ja, word je van. Dat is ook het bijzondere. Dan denk ik altijd, is Henk nou de Henk die ik zie, die ik voor me heb? Die, wat je ziet, wat je kent. Henk, er ging vorige week een hashtag rond. Free the people. Moeten we dan nu een hashtag in het leven roepen? Free Henk? Nee, ik heb een Henk. Nee, nee joh, nee man. Daar hoef ik niemand medelijden met hem. Daar ben ik ook eerlijk in. Ik bedoel, daar hoef ik niemand. Ik vraag ook niet medelijden van het publiek niet. Ik nogmaals, ik wil gewoon zijn wie ik, wie ik ben. En zo wil ik ook verder leven. Ja. En voor de rest, we gaan het zien. En wat de uitslag ook wordt. Ik bedoel, ik kan niet meer doen als mezelf verdedigen. De rug recht houden en vol gas erop.